Hallo, nou hierbij dus wat tips van mij als geurexpert om voor vaderdag het perfecte cadeau te vinden. Want voor elke vader is er natuurlijk weer een mooie geur te vinden binnen het assortiment van Douglas. En daarbij dus wat enkele tips. Denk vooral ook gelijk na over wat voor merken draagt je vader, bijvoorbeeld? Of wat voor stemming wil je nou creëren met de geur? En vervolgens, natuurlijk, wat voor soort type geuren vindt je vader lekker ruiken? Maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan persoonlijkheden. Dus daarmee ook he, wat betreft persoonlijkheden of thema's wat tips van mij voor Vaderdag. Heb je bijvoorbeeld een hele sportieve vader, denk dan bijvoorbeeld aan een wat meer frissere, dynamische geur. Onder andere kennen we bijvoorbeeld Bos Bottled, Bos Bottled Infinite. Bosbottled Infinite, een geur gelanceerd vorig jaar met een speciale diamond technologie. Ja zeker, een soort gadget in een geur waarmee je de hele dag een bepaalde frisheid blijft ruiken. Onder andere met de noot van lavendel, die ultiem mannelijk is. En dus de hele dag die frisse kracht van de zee, zoals we die ook zien in de campagne van Infinite, de hele dag met ons meedragen. Een hele mooie signatuur, die dus wat sportiever is dan bijvoorbeeld de klassieke Bosbottled. Die natuurlijk altijd een goed idee is om cadeau te doen aan elke man. De klassieker voor de man in de markt. Maar dus voor die sportieve man gaan we voor Bosbottled Infinite. Heb je nou een wat meer stoerdere vader, dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan Bos de Scent. Een hele mannelijke, stoere geur die zelfs gevangen is in een kooi van een flacon. Nou, wat maakt deze geur nou zo stoer? Hier zitten namelijk verschillende aphrodisiac in, waardoor het ook een verleidelijke geur is. Onder andere door de maninka vrucht uit Afrika. Een exclusief extract in deze geur die het namelijk een hele verleidelijke noot geeft. Het is namelijk opwindend te noemen. Um, deze maninka is gecombineerd met onder andere noten van leer. Dus dat maakt het weer heel elegant. En de gember die gelijk de zintuigen prikkelt. Deze geur draag je de hele dag met je mee en blijft ook heel krachtig op de huid aanwezig. Zoals die krachtige stoere vader kan zijn. Als we dan kijken naar elegante geuren, kennen we bijvoorbeeld ook de Gucci Guilty-geuren. Oftewel de geuren voor de moderne Casanova, die elegante Italiaanse man. En hier zien we ook dit jaar een hele nieuwe geur, namelijk Gucci Guilty. Rode oh, parfum. Een hele krachtige nieuwe variant binnen de Guilty Line voor heren. Met opnieuw natuurlijk weer die noten van patchouli die we al kennen uit de Guilty Line. De geur van luxe. Maar nu gecombineerd met hele bijzondere noten van onder andere roos. Samen met rode peper. Hoe cool. Een heel nieuw element waardoor het een hele warme, pittige, zeer mannelijke geur maakt. En ook echt helemaal van nu. De flacon is natuurlijk ook echt een sieraad om te zien met zijn hele mooie matte uitstraling. En dus echt ook weer een heel mooi, elegant en toch heel mannelijk cadeau voor deze vaderdag. Dus denk eens goed na als je vader een cadeau zoekt. Van wat voor type man is het nou en wat voor soort geuren houdt hij? Je kan natuurlijk ook naar de parfumerie komen en je daar verder laten adviseren op basis van bijvoorbeeld geuren die hij in het verleden heeft gedragen of op dit moment draagt. Op die manier kunnen ze op stemming en op geur een heel mooi cadeau voor jullie vinden. He, want naast bijvoorbeeld een bos hebben we natuurlijk ook een Gucci, een Calvin Klein. Een prachtige geur van bijvoorbeeld Bottega Veneta met de elegante geur van Illusionen. Dus zo hebben we altijd voor iedere man wel een hele mooie geur verkrijgbaar. Heel veel succes met het vinden van een prachtig cadeau voor je vader. En het is iets heel moois, want op deze manier is geur ook een verbinding met jouw geliefde. Dus zo kan je he, als jouw geliefde vader, als familielid, hem in het middelpunt zetten... En zo ook jouw waardering voor hem weer eens laten zien tijdens deze Vaderdag. In deze periode. Heel belangrijk om die connectie met elkaar te houden. Super bedankt voor het kijken naar deze module. Ik hoop dat ik wat mooie tips heb gegeven. En veel succes met het geven van een prachtig cadeau aan jouw vader.